Hallo allemaal en welkom terug. En goedemorgen, het is zaterdagochtend, 18 januari en het is belachelijk vroeg. Ik zit aan de koffie. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Ik ben een echte fanboy. Burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ja, gisteren was er een feestje zo te zien in Amsterdam. Lachen met Femke Halsema. Het is niet meer dan logisch dat ik als vrouw met linkse achtergrond bij de VVD'ers van Castro Communicatie mag spreken. Ik kom net uit het gebouw Havana aan de Amstel. Burgemeester Amsterdam strooit een stand-up comedian met grappen. En dit was dan een van die grappen. Snap je hem? Castro, Havana. Wat geestig, hè? Ze moest zich natuurlijk een beetje aanpassen aan haar publiek. Maar goed, de elite had een feestje. En dat feestje vond plaats aan het Weesperplein. En dan staat hier dit. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kreeg met de start van haar ironische toespraak ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van Castro Communicatie van VVD-prominent Frits Hufnagel en zijn zakenpartner Stefan de Bruin meteen de lachers op haar hand. De burgemeester van het knijterlinkse hoofdstedelijke college waagde zich in het hol van de leeuw. Zelfs de meest verstokte VVD'er smolt voor haar. Ik wist niet dat ze zo geestig en vlot was, klonk het. En daar staat het er. En dat is maar weer eens het bewijs dat ze echt vaker onder ondernemers moet verkeren. Nou, ondernemers, dat zijn dit soort mensen. Dat soort kwallen in pak. Zie je? Ja, poeh. Dit ziet eruit als echte ondernemers. Wat zou er met hem gebeurd zijn? Is dat huiduitslag? Bij hem is het ook niet helemaal goed. Nou, oké. Onze burgemeester was gisteravond heel erg geestig. Op een soort galaatje. En kijk. Marketing Mark, die was er ook. Leuk. Dat is een bijzonder communicatiebureau daar, dat Castro. De burgemeester en de minister-president komen opdagen op je feestje. Wat vreselijk leuk. Anyway, wij wisten natuurlijk, wij de echte fans. Wij weten natuurlijk al lang dat Femke Halsema, burgemeester Halsema, vreselijk geestig is. En een heel gezond gevoel voor humor heeft. En ook zichzelf geregeld op de hak neemt. Dus het is leuk dat de VVD daar ook achter gekomen is. En iets met ondernemers en de Telegraaf. Daar gaat deze video vandaag niet over. Vandaag, mevrouw de burgemeester, hebben wij iets te vieren. En dit is iets wat je heel, heel zeldzaam meemaakt. En dit is iets wat we denk ik als stad moeten gaan vieren. De hele stad, alle Amsterdammers, kijk eens even. Google Parent Company Alphabet hits 1 trillion market value. Ja, lieve mensen, het staat er echt. Ook Google is nu een biljoen waard. 1000 miljard. Dat is hun marktwaarde. Dat is niet wat ze aan producten verkopen. Of wat ze aan omzet binnenhalen. Nee, dat is hun marktwaarde. Ik ga zo uitleggen hoe je dat berekent. Even kijken. Bla, 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 bla. Ze zitten nu op 1 biljoen. En dan staat er hier, hun aandeel stond op $1,451,70. En wat je dan doet, is je doet de prijs van het aandeel, multiplying the price of a stock by the total number of outstanding shares. En als je dat doet,
dan komt Google, tenminste het moederbedrijf van Google, Alphabet heet dat bedrijf. Daar zit Google onder. Daar zit Android onder. En daar zitten hun zelfrijdende auto's onder, hun ballonnen, hun artificial intelligence. Je kan het allemaal zo gek niet verzinnen. En dat bedrijf is nu 1 trillion waard. 1 biljoen, 1000 miljard euro. Daar groot bij, tada, fantastisch, iedereen dolgelukkig. Zij zijn niet het eerste bedrijf wat een biljoen waard is. Het bedrag is onvoorstelbaar. Hè? Maar kijk, zoals we kunnen zien, Apple, Microsoft en Amazon, die hebben dat ook gehaald. Die zitten nu ook aan 1 biljoen. Het enige grote techbedrijf wat nog niet op een biljoen zit, dat is Facebook. Waarom moeten wij dit als Amsterdammers allemaal gaan vieren? Omdat wij mede verantwoordelijk zijn voor dit enorme succes. Er bestaat namelijk een double Irish with a Dutch sandwich. Dat is een soort... How does double Irish Dutch sandwich work? Nou, de double Irish with a Dutch sandwich is a tax avoidance technique employed by certain large corporations. The scheme involves sending profits first through one Irish company, then to a Dutch company, and finally to a second Irish company headquartered in a tax haven. Hier hebben we de Investopedia. En die kan het je nog iets beter uitleggen. Wat ze doen is, ze zetten een bedrijfje op in Ierland. En dat bedrijfje verdient dan allemaal geld. Dat geld dat wordt van Ierland naar een Nederlandse brievenbusfirma gestuurd. Zoals bijvoorbeeld die op de Zuidas. Mevrouw de burgemeester, daar wemelt het van de brievenbusfirma's. Allemaal lege kantoren waar alleen een faxmachine in staat, weet je wel. Anyway, en dan stuur je dit naar een Nederlandse brievenbusfirma. En die Nederlandse brievenbusfirma die stuurt dat vervolgens weer door naar Bermuda of de Bahama's. En daar heb je dan een ander Iers bedrijfje. En dat traject, dat heet Double Irish with a Dutch Sandwich. Zo noem je dat traject. En dat is om belasting te ontduiken, om belasting niet te betalen. Wikipedia kan ons er ook het een en ander over vertellen. En daarin staat dat Dutch Sandwich is a base erosion and profit shifting corporate tax tool used mostly by US multinationals to avoid incurring EU withholding taxes on untaxed profit. Dus maken allerlei winsten en dan denken ze, daar heb ik helemaal geen zin in om dat te betalen. Wat ze liever zien gebeuren is dat dat geld naar de Bermuda Black Hole gaat. En dat doe je dus op deze manier. Dus van harte gefeliciteerd mevrouw Alphabet. Van harte gefeliciteerd mevrouw Google. En natuurlijk van harte gefeliciteerd gemeente van Amsterdam. En de rest van de Nederlandse overheid. Het is in dit land namelijk zo erg. Dat Nederland op de vierde plaats staat. Er wordt, ieder jaar wordt er een lijst uitgebracht, mevrouw de burgemeester. Waar alle belastingparadijzen op staan. Nederland heeft een tijdje op nummer 2 gestaan. Maar we zijn gezakt naar een vierde plaats. Hier in Nederland is het zo erg dat wij bedrijven en rijke vermogende mensen echt aan het lokken zijn met dit soort belastingstructuren. Dus we zeggen van koko. Kom naar Nederland. Het is hier nou heel koud en slecht weer. En we hebben geen bergen of zo. En geen sneeuw en geen winters. Maar wat we wel... En iedereen spreekt Nederlands. Dat is ook heel lastig voor je. Maar wat we wel hebben...
Het is een heel bijzonder belastingklimaat. Waar we toeslagen aan het afpakken zijn van onschuldige mensen. Als die mensen helemaal failliet gaan en hun kinderen kwijtraken. Dat vinden we wel leuk hier in Amsterdam, joh. Maar tegelijkertijd de grote bedrijven en rijke mensen, daar zouden we dat natuurlijk nooit bij doen. Nee, maar jullie gaan ervoor zorgen dat jullie geen belasting hoeven te betalen. Om hoeveel geld gaat het? Honderden en honderden en honderden miljarden per jaar. En als je hier kijkt, voordat Nederland zich daarmee ging bemoeien, toen heette het alleen de Double Irish Arrangement. Daarin staat dat de Double Irish Arrangement al vanaf de jaren 80 wordt gebruikt. Dus 40 jaar lang belastingontduiking. Waarvan Nederland heel handig op een gegeven moment heeft gezegd, of de gemeente van Amsterdam heel handig heeft gezegd van, hey, daar kunnen wij een graantje van meepikken. Laten we ons daar eens tegenaan gaan bemoeien. Dus gefeliciteerd. Ik ben zo trots op de bijdrage die ik als eenvoudige Amsterdammer heb kunnen leveren aan het succes van Google. 1 biljoen. Dat is fantastisch. Ik voel me helemaal te gek. Ik zit te denken, hoe zal ik dat eens gaan vieren? Ik denk gewoon thuis in besloten kring, mevrouw de burgemeester. Dat denk ik. Oké, lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.